Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wou met jullie eens hebben over de serie Toen was geluk heel gewoon. Dat is een serie die waarschijnlijk heel veel mensen van mijn leeftijdsgeneratie niet kennen. En als ik iemand van mijn leeftijd vraag naar de serie Toen was geluk heel gewoon, dan denkt iedereen van, huh? Maar ik ben altijd wel een beetje geïnteresseerd in oude dingen, in dingen van vroeger. Dus ook in series van vroeger. En ik moet eerlijk toegeven, ik vind series van vroeger beter dan de series die ze nu hebben. Of ook soms beter dan series die ze hadden toen ik jong was en zo. Ja, ik ben nu nog jong, maar je snapt wat ik bedoel. En dit is dus een serie uit de jaren 90. Het is van 1994 tot 2009 of zo op televisie geweest, als ik het goed heb. Het heeft 16 jaar geduurd. En ik moet eerlijk toegeven, ik vind het een hele leuke serie. Met Jaap Kooijman, Simon Stokvis, Nel, Zus. En ja, het heeft wel hele leuke afleveringen. Nou, je had dan ook een aflevering, die vind ik dan heel leuk. Maar dat past denk ik ook wel een beetje bij mij, waardoor ik die leuk vind. Dan vinden ze een joint of zoiets. En die gaan ze dan samen oproken. En dan eet ze al die shampotten op. Tenminste, Jaap Kooijman eet dan al die shampotten op. Nou ja, alleen de inhoud hoor. Niet die potten. En die waren dan bedoeld voor het goede doel. Ze moesten dat helemaal weer opnieuw doen. En dat werd weer hard werken, want hij brengde zichzelf heel vaak in de problemen. En dan werd hij bij de RET, dat was een busbedrijf, en dan was hij buschauffeur. En dan wou hij altijd hoger opkomen, bij meneer Harmsen. En ze probeerde allemaal dingen te doen, met behulp van zijn vriend Simon, die meer hem in de problemen bracht dan dat hij hem wou helpen. En dan kreeg hij toch een promotie. Dus ja, ik vind dat een behoorlijk leuke aflevering hebben. En eentje, dan is een mist, en dan gaan ze naar het voetbalstadion, maar dan gaan ze weer terug, omdat er niks te zien is. En dan blijkt Simon Stokvis, die blijkt met de vrouw van meneer Harmsen. Nou, niet de vrouw, maar een werknemster. Een bonne. Dienstmeisje heet dat. Bonne is het Franse woord voor dienstmeisje. Tenminste, dat heb ik van die serie. Of het echt zo is, ik kan geen Frans, maar ik ga ervan uit dat het echt zo is. Had hij dan even een leuk avondje mee, laat het zo maar noemen. Dus ja. Wat me wel eens aan erger is, meneer Harmsen. Die vind ik zo overdreven gespeeld. Ik weet niet wat het is, maar die praten altijd een beetje heel apart, heel overdreven van, maar Kooijman, of vriendje Stokvis. Ja, daar heb ik dan wat minder mee. Die burger van hem, die vind ik dan wel weer, die heeft wel weer wat. Dat is wel een leuke rol. Hopjes, de butler van meneer Harmsen. Daar gaan ze bijvoorbeeld ook ruzie maken over wie er mag stofzuigen. Terwijl de meeste mensen juist ruzie zouden hebben om wie het niet hoeft te doen. Maakt hun juist ruzie om wie wel moet stofzuigen. En Jaap Kooijman natuurlijk. Die maakt ook altijd wat discriminerende opmerkingen naar buitenlanders, mensen die op hetzelfde geslacht vallen. En dan probeert hij daar via dat hoog op te komen. Maar ja, discriminatie werkt natuurlijk niet. Dus dan verlies je. Want niemand wil werken met iemand die discrimineert. En dan krijg je zeker geen hogere functie. En dat is helemaal terecht. Maar ja, het laat een beetje zien hoe de mensen toen in die tijd waren. Want toen dacht je helaas anders. En dat is nu gelukkig wel beter geworden. Dus het heet wat toen was gelukkig gewoon. Maar qua discriminatie en zo is het nu beter, want het gebeurt nu minder. Het gebeurt nog wel, maar het is geen gewoonte meer, snap je? Dus dat is nu wel beter geworden. Mijn favoriete aflevering, ja, dat blijft dan toch met die joint roken. Ik weet niet waarom, maar die vind ik wel leuk. Dan bedankt jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.